Ze worden 80 tot 100 keer in het jaar oproepen om u te rukken. Zo'n man 24 uur paraat en moet er regelmatig oefenen. Het lijkt een hoenenbaan, maar het is echt vrijwilligerswerk. Als er een oproep is, moeten de meiwerkers binnen 10 minuten te plak wezen. En dan gaat het ook rap, heel rap, want er kennen meeskelibbers op het spul staan. En dat is dan ook niet de reden waarom de Joerdijstige vrijwilligers dit werk doen. Maar er binnen net genoeg. Nou, als je weer kent, zou al 4 mensen bij hebben. Goeie mensen voor Joerdij. Maar dat is net het enige. Want wie ken ik wel mensen broeken aan de wal, zeg maar. Hè? Van het onderhoud en van het skimmeitje en van de boordhemel en dat soort dingen. Daar ben ik echt naar je op zien. En zelfs wat je als vrijwilliger opjouwen, is het nog net wist dat je mij varen kennen. Wie maakt altijd van kan erop onkennen, zeg maar. Daarom moet je geschikt wijzen in de ploeg. Hè? Net iedereen is geschikt voor uw ploegje, zeg maar. Lang net alle vrijwilligers houden het ook vol, want het is een soort werk. Nou, het is net geschikt voor iedereen. Er werd een protte van die vregen, maar het is altijd praat staan, zeg maar. Elke dag, elke uur van de dag moet je eigenlijk met die pieper op zak rennen. Dus die pieper kan altijd gaan. En je moet oefenen, je moet cursus volgen, dus het neemt de protte tijd. Maar als je als KNRM reddingswerker onder slag kennen en je redden echt mensen, dan voelt het heel goed dat je weer de haven binnenvaren.